Maud Sleepbaum van JNS, jongeren en senioren. Het is vandaag weggeefdag. Wat is dat nou precies voor dag, Maud? De weggeefdag hebben wij in het leven geroepen in het kader van de armoede, eenzaamheid en duurzaamheid. Om spullen te verzamelen, kleding, zodat wij dat aan mensen die dat nodig hebben kunnen gebruiken, gratis weg kunnen geven. Maar dit is niet de eerste keer. Komt daar nou een soort verbetering in of neemt armoede alleen maar toe? Nou, wat wij merken is, we doen het 2 keer per jaar. Dus we doen het 1 keer voor de zomervakantie, dan hebben we zomerkleding. En dan een keer in de herfst. Maar wat wij merken is dat het wel iedere keer drukker wordt. Een aantal jaren geleden toen we ermee begonnen was het leuk, liep het lekker. Maar we merken dat het steeds drukker wordt, steeds meer mensen erop afkomen. Ja. Hoe komen jullie aan de kleding eigenlijk? Wij doen een oproep op Facebook of mensen hun kasten aan willen lopen en zo. En dat wordt allemaal gedoneerd door mensen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je van tevoren even controleert of het schoon, heel en veilig is. Ja, alles wat binnenkomt, en dat is zoveel, alles wat binnenkomt, dat wordt door ons nagekeken en gesorteerd. En als dat echt niet kan, dan gaat dat gewoon naar de retouretten, naar de grote kledingbakken. Ja. Wat kan je zeggen van het publiek dat hierop afkomt? Dat is van alles, jong, oud. Kinderen. Maar dan komt het bekende verhaal van passen. Past het wel, past het niet? Is daarin voorzien? Het zijn meestal jassen en truien. In dit geval dan nu broeken. En mensen kennen vaak hun eigen maat wel goed. Dus jassen worden gewoon even aangetrokken. En vaak worden truien ook even zo aangetrokken. En ja, weet je, ze nemen het mee. En als het niet goed is, dan brengen ze het vaak nog terug binnen een uur. En anders maken ze er iemand anders weer blij mee. Dus. Ik heb de indruk dat er veel meer dameskleding ligt dan herenkleding. Hoe komt dat? Ik denk dat dames veel meer kleding kopen en daar wat sneller op uitgekeken zijn. Want die willen natuurlijk met de mode meedoen. We hebben wel veel herenkleding gehad en dat loopt op zich. We hebben al heel veel weg kunnen geven. Ja. Dus dat, Ik kan me voorstellen dat aan de hand van de kleding je kan zien wat er in de mode was vorig jaar. Ja, een beetje wel. Ja, ja. En we hebben zulke mooie dingen. Ik bedoel, zelfs merken. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, nou, Mart Visser, noem maar op. Dus het is echt bizar. Het is echt bizar. Ja. Nou is vandaag de start van de Week van het Geluk. Heeft dat iets te maken met elkaar? Eigenlijk wel, ja. Ik bedoel, de Week van het Geluk is natuurlijk ieder jaar. Maar op deze manier kun je mensen gelukkig maken. Want ja, als je geen leuke of niet in staat bent om kleding te kopen, dan trek je je vaak terug. Je kan niet meedoen aan dingen. En, dus eigenlijk vult het elkaar goed aan. Ja.